En dan nu onze nieuwe rubriek over dingen die we niet meer willen horen. En dit willen we niet meer horen. Dat kan geen toeval zijn. Je hebt net de voortent aan de vouwwagen geritst. Je draait je om. En daar komt Huip van personeelszaken de camping oprijden. Met zijn dikke rode kop uit zijn dakraam. Nou ja, wat bizar dat ik jou hier tegenkom. Dat kan toch geen toeval zijn? Of Inge komt erachter dat in dit vakantiehuisje een paar maanden eerder de hele band Bluff heeft gezeten om te werken aan hun nieuwe album, Liefs uit Landal. En dat dat nou net haar ena favorietste band is. En zij zoveel heeft gehad aan hun vorige album, want toen was het uitgegaan met haar vriendje. En hoe toevallig is het dat zij nu in dat huisje zit. OMG, dat moet wel iets betekenen. Hashtag Magic Destiny. Nee, Inge, dat betekent helemaal niks. Behalve dat jij niks snapt van toeval en van muziek. Ja, maar laatst dan, toen zat ik aan Sjoerd uit 5B te denken. En precies op dat moment stuurt hij me een bericht. Dat is toch weird? Nee, Inge. Jij denkt vandaag misschien wel aan 6 verschillende mensen. Niet alleen aan Sjoerd, maar ook aan Hotze, Stefan, Priscilla, Taco en Stefan Hazelip. En die denken ook weer allemaal aan 6 mensen. En al die mensen sturen elkaar elke dag allemaal berichten. Dan is het dus niet zo gek, met al die mensen en al die berichten, dat er af en toe een lijntje overlapt. En dat iemand een bericht krijgt van iemand waar die net op dat moment aan zit te denken. Dat is helemaal niet weird. Dat is gewoon wiskunde. Miljarden mensen maken iedere dag duizenden dingen mee. Dus dan kan het niet anders dan dat je soms een voorspellende droom hebt. Dat iemand op dezelfde camping staat als die zak van personeelszaken. Dat de moedervlek van je vriendin lijkt op de Bouvier van meneer Witteveen van geschiedenis. Of dat een televisieinterview opvallende gelijkenis vertoont met een vraaggesprek van een week eerder. Het zou pas vreemd zijn als dat soort dingen niet zouden gebeuren. Het zou natuurlijk wel leuk zijn als het geen toeval was. Want dat zou ons doelloze bestaan in dit koude heelal nog een zweempje van relevantie kunnen geven. Maar helaas. Alleen als jij dit filmpje kijkt terwijl je Huip heet, bij personeelszaken werkt en op dit moment de zanger van Bluff je vouwwagen binnenkomt op de Bouvier van meneer Witteveen met een bericht van Sjoerd voor Stefan Hazelip, dan mag je zeggen, dit kan geen toeval zijn. Maar tot die tijd willen we het niet meer horen.